Dankjewel. Hoe kan de commissie bij Anke van Ekster? Ja, ze had gesolliciteerd. Dus, we hebben gewoon gekeken naar de profielschets. We hebben echt kritisch doorgevraagd naar de kwaliteiten die daarin gevraagd werden. En daar verrasten ze de commissie toch wel, moet ik zeggen. Ja, toen ik de profielschets zag, toen dacht ik al meteen aan een vrouw. Was dat een verkeerde gedachte? Er past een vrouw in, maar er past ook net zo goed een man in. Dat is nooit een afweging geweest. We hebben gewoon gekeken wie daar aan die rollen die gesteld werden het beste voldeed. En voor ons is het nooit een issue geweest of het een man of een vrouw zijn. Ja, zijn ze uit de buurt? Is het belangrijk als een Brabant soms? Je hebt sneller een klik. Dat merk je wel. Men herkent de problemen in Asten makkelijker. Men heeft eerder wat feeling hoe men hier zaken in de peel regelt. En het speelt wel het voordeel van de kandidaat. Ja. Is nooit een discussiepunt geweest. Nee, hebben wij gewoon los. Alle kandidaten zijn daar los van hun achtergrond opgetoetst. Dat heeft. Ja, laat zo zeggen. Wij waren in ieder geval verrast over het enthousiasme, de dynamiek die ze in ieder geval ons liet zien in de commissie. En daar was de commissie eigenlijk unaniem in dat gewoon zo overkwam. En dat sprak enorm aan. Ze is jong, 42. Dus ik denk als er een keer toe is weer aan een jongere burgemeester. Hoe nu verder? Vandaag is bekendgemaakt. De installatie van de nieuwe burgemeester vindt 20 januari plaats hier in Asten. Hoe dat dadelijk precies invulling gegeven kan worden, weet ik nog niet. Want dat ligt er een beetje aan hoe de corona dan de regels voorschrijft. Maar in ieder geval de datum dat de commissaris van de Koning van Brabant hier naar Asten toe komt, is 20 januari. Ja, dus hij zei meteen de eerste burgemeester die nieuwe commissaris van de Koning. Wij hadden de primeur dat we de laatste profielschets aangeboden hebben aan de heer Van der Donk. En de eerste installatie door mevrouw Adema, de commissaris van de Koning, die zal in Asten plaatsvinden. Oké, bedankt voor het leiders. Graag gedaan. Succes met jullie burgemeester. Ja. Onze burgemeester, ja.